Energie vinden is nooit makkelijk geweest. Dat vraagt heel veel innovatie en dat brengt natuurlijk weer een hoop kosten met zich mee en een groot risico. En nieuwe bronnen vinden vraagt dan ook duizenden pogingen van even zoveel wetenschappers. In dit deel van de film gaan we wat dieper in op de wat onbekendere bronnen die ons van energie voorzien of de potentie hebben om dat in de toekomst te gaan doen. Laten we eens kijken naar de echte kanshebbers op de toppositie binnen de energiemix van de toekomst. 2/3 van het aardoppervlak bestaat uit water wat constant in beweging is. Daar zit een hoop energie in opgeslagen. Het gebruik van stromend of vallend water als energiebron is dan ook al heel lang bekend. Waterkracht wordt ook wel het witte steenkool genoemd. Het is namelijk hele schone energie. We gebruiken het wel, maar verbruiken het niet. En er komen geen afvalstoffen bij vrij. Mede daardoor zijn er tegenwoordig overal ter wereld waterkrachtcentrales. Ongeveer 16% van de totale wereldwijde elektriciteitsproductie wordt dan ook opgewekt met waterkracht. In Zuid-Amerika loopt dat percentage zelfs op tot ongeveer 75% en Noorwegen draait hier met 99% nagenoeg volledig op. Helaas is de groei er ondertussen wel uit, want de grote rivieren zijn wereldwijd ondertussen wel ingedamd en die kleine rivieren, daar hebben we niet zoveel aan. In Nederland is het nagenoeg kansloos te noemen. Ons plattelandje leent zich er natuurlijk ook niet echt voor, want waterkracht bestaat natuurlijk bij de gratie van vallend of stromend water. Maar wat wij wel hebben, dat is de zee en daar zit ook een hoop energie in. Bij golfslagenergie wordt gebruik gemaakt van de zeedeining om energie op te wekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld met boeien die via een lier hun beweging omzetten naar elektriciteit. Ook de zogenoemde pelamis werkt op golfslag. In deze ruim 140 meter lange scharnierende zeeslang wordt dankzij golven continu een hydraulische motor aangejaagd. Maar ja, hoe rendabel is dit allemaal? Het mooie aan golven is, ze zijn er altijd. De ene keer wat krachtiger dan de andere keer, maar ze zijn er dag en nacht. Het probleem is alleen dat de energie die wordt opgewekt niet opweegt tegen de kosten die er moet worden gemaakt. Het is gewoon simpelweg veel te duur. Dus laten we eens kijken naar een andere manier waarop we energie kunnen opwekken uit de zee. We hebben het gehad over golven, maar er is natuurlijk ook nog eb en vloed. Ofwel getijdenenergie. Een vorm van getijdenenergie zie je bij kusten met trechtervormige inhammen, waar het verschil tussen eb en vloed tot enkele meters oploopt. Door zo'n inham met een dam af te sluiten, ontstaan er als het ware twee enorme communicerende vaten waartussen het zeewater via turbines heen en weer stroomt. Jammer genoeg werkt dit systeem niet 24 uur per dag. Die turbines die draaien maar 10 uur per etmaal. Voor de rest van de dag is het verval niet groot genoeg. Dus die getijden energiecentrale die rendeert in vergelijking met de waterkrachtcentrale bij een ingedamde rivier gewoon veel minder. En dat maakt het natuurlijk duur. Er is de laatste jaren een groeiende belangstelling voor Blue Motion turbines. Dat zijn een soort windmolens, maar dan onder water, waar ze draaien op krachtige getijden of oceaanstromingen. Maar hiervoor geldt hetzelfde. Voorlopig nog veel te kostbaar voor wat het oplevert. We moeten dus goed blijven opletten wat energie kost. Het kan dan wel aanwezig zijn, maar als straks een ijsje hier op het strand 100 euro kost omdat de koeling daarvan zo duur is, ja, dat willen we niet, dat moeten we ook niet willen. Gelukkig staat er nog een ander soort waterkracht tot onze beschikking. En deze heeft niet zozeer te maken met stromend of vallend water, maar meer met scheikunde. En als deze bron goed wordt doorontwikkeld, dan zou die ons nog wel eens heel veel verder kunnen gaan helpen. Overal waar een rivier de zee instroomt, komen zoet en zout water bij elkaar. Bij het mengen van die twee komt zogenoemde osmotische energie vrij, ook wel blauwe energie genoemd. Een van de methoden om blauwe energie op te wekken is de RED-methode. Wat we doen is membranen plaatsen tussen zoet en zout water. En dat zijn speciale membranen die laten alleen zoutionen door, maar geen water. Omdat die ionen geladen zijn, kunnen we op die manier een spanning opwekken en een stroom. Dus het werkt eigenlijk een beetje net als een accu. We wekken dus een spanning op en een stroom en dat is energie. De energie die in het water zit is aanzienlijk. Als we 1 kubieke meter water hebben, dan kunnen we net zoveel energie uithalen als dat diezelfde kubieke meter water over een hoogte van 270 meter zou vallen. En wereldwijd kun je ook zeggen dat we uit alle rivieren die in de zee stromen de energie kunnen opwekken die China gebruikt. En dat is best een indrukwekkend getal.
Hier op onze eigen afsluitdijk met zoetwater aan de ene en zoutwater aan de andere kant ligt de blauwe energie eigenlijk voor het oprapen. Het is dan ook de bedoeling dat hier over een paar jaar een energiecentrale komt die 200 megawatt blauwe energie levert. En dat is genoeg om alle huishoudens in de drie noordelijke provincies, en let wel, dat zijn er 500.000, van duurzame energie te voorzien. Nou, dat is heel mooi. We moeten natuurlijk ook nog wel rekening houden met de milieueffecten. Blauwe energie is wel vrij van emissies zoals CO2. Maar we hebben wel nog het aandachtspunt dat we moeten kijken. We brengen zoetwater, zoutwater en brakwater samen op een heel klein gebied. En we moeten natuurlijk heel goed kijken dat we het op een manier doen dat we het goed kunnen inpassen in de natuur. Kortom, we willen hier een ingrijpend nieuwe brandstof ontwikkelen zonder iets ingrijpends in de natuur te veranderen. Water als brandstof, want dat is het uiteindelijk, dat is natuurlijk de ultieme droom van elke energiewetenschapper. Een bron zonder afval. En over afval gesproken, daar kunnen we tegenwoordig ook wel wat mee. Afval. We hebben er een hoop van. Letterlijk. Nederland produceert 63 miljoen ton afval per jaar. En wat je misschien niet weet, afval is energie. Hoe werkt dat dan? Het is eigenlijk heel simpel. Bij alles wat je verbrandt, komt de energie vrij die erin ligt opgeslagen. Neem nou die afvalzak. In dit restafval zit energie opgeslagen die we door middel van verbranding terugwinnen in de vorm van warmte en elektriciteit. En dat verbranden, dat gebeurt in afvalverbrandingsinstallaties. En de warmte die we daar creëren, die zetten we om in stroom. Zo werken de straatverlichting, de tram en de metro in Amsterdam op elektriciteit, opgewekt uit het huishoudelijk restafval van deze stad. Dus eigenlijk moeten we afval zien als basis voor een nieuw product. Afval als energie. En dan wordt het dus, ach schat, zet jij even die zak energie buiten. En nu al kunnen we 7 keer heerlijk douchen van 1 afvalzak. We maken er dus iets heel moois van. We doen het goed in Nederland met afval als bron van energie. Bij het afvalenergiebedrijf verbranden we afval dat niet geschikt is voor recycling of hergebruik. 99% van dit afval wordt omgezet in bruikbare grondstoffen en in energie, in de vorm van elektriciteit en warmte. Al met al is afval als brandstof heel duurzaam te noemen. Energie uit afval is ook heel betaalbaar, daar het alleen maar verzameld hoeft te worden. We hoeven bijvoorbeeld niet diep te boren om over afval te kunnen beschikken. Als we maar genoeg afval produceren, kunnen we ook genoeg elektriciteit produceren. Dat zou je zeggen. We hebben het voor de gein eens uitgerekend. Als we de gehele Nederlandse elektriciteitsproductie willen opwekken uit afvalverbranding, hebben we 150 miljard kilo huisvuil per jaar nodig. Dat is 450 kilo per huishouden per week. Ook niet onbelangrijk, heb jij zin om elke week 60 vuilniszakken buiten te zetten? Er zijn zoals je ziet grenzen aan elektriciteitsopwekking door middel van afval. We moeten er voornamelijk voor gaan zorgen dat we het afval wat we hebben optimaal gaan benutten en ieder beetje energie wat erin zit goed gaan gebruiken. Is het niet in Nederland, dan kunnen we in andere landen nog grote terreinwinst boeken. Zo storten honderden landen nog steeds al hun afval gewoon op de vuilstortplaats. Maar ook wij zijn er nog niet helemaal. Naast het afval in vaste vorm bestaat er ook nog afval waarvan biogas gemaakt kan worden. Dit wordt gemaakt door vergisting van bijvoorbeeld vochtige etensresten. Als planten rotten, dan geven ze gassen af welke weer omgezet kunnen worden in energie. Ook vloeibare koemest is hiervoor geschikt. Maar ja, niet alleen koeien genereren mest. Wij mensen doen dat ook. Nog een belangrijke bron voor biogas is ons rioolwater. En bij rioolwaterzuiveringsbedrijven bestaat dan ook een groot potentieel om dit biogas te maken. En hier in Amsterdam gebeurt het al. Naast de afvalverbrandingsinstallatie is een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd die de gewonnen biogassen via een buisjesysteem weer aflevert bij de buren. En die maken er dan weer energie van. Het leuke aan deze rioolwaterzuivering in Amsterdam is dat deze volledig gerund wordt op stroom en warmte die wij geleverd krijgen van het afvalenergiebedrijf. Deze warmte en stroom wordt opgewekt door middel van het biogas wat wij op deze rioolwaterzuivering produceren. In de toekomst gaan wij het overschot aan biogas opwerken tot aardgaskwaliteit en worden teruggeleverd aan het net. En kunnen er zelfs de dienstauto's van Waternet op rijden. Er is nog een goedje dat we heel vaak weggooien en dat we net zoals afval veel beter zouden kunnen gebruiken. En dan heb ik het over warmte. We gebruiken heel veel energie om in de winter gebouwen op te warmen en in de zomer weer af te koelen. En dat is natuurlijk eigenlijk vreselijk zonde.
Want in de zomer gooien we warmte weg die we met heel veel moeite en kostbare energie in de winter weer opwekken. Maar daar is nu iets op bedacht. Er bestaat namelijk zoiets als warmte- en koude opslag. Dat werkt als volgt. In de zomer kan men koel grondwater oppompen en gebruiken om gebouwen te koelen. Deze natuurlijke koeling heeft het potentieel wereldwijd miljoenen elektrisch aangedreven airconditioners te vervangen. Dus dat zou een hoop energie schelen. Maar het wordt nog veel mooier, let op. Dat door het gebruik opgewarmde water kan je natuurlijk weer opslaan in de bodem en in de koude wintermaanden gebruiken om datzelfde gebouw te verwarmen. Het proces wordt dus gewoon omgedraaid. En het Shell-laboratorium hier aan het Amsterdamse IJ is grotendeels al energie-neutraal door dat systeem. En als je er goed over nadenkt, is dit gebouw eigenlijk een hele grote zonne-energiebatterij. De zon verwarmt namelijk het gebouw en die warmte vang je af in de zomer om onder de grond op te slaan in een grondwaterlaag. Zodat je er een paar maanden later weer gebruik van kan maken. In de praktijk zijn met deze techniek besparingen van 95% op koeling en 40 tot 50% op verwarming mogelijk. De energiebesparing die met ondergrondse warmte en koude opslag kan worden behaald, hangt echter wel sterk af van de geologie van het gebied. Je kunt niet in elke ondergrond warmte opslaan. En daarom is het ook moeilijk om een prijskaartje te hangen aan dit soort projecten, want het verschilt gewoon van land tot land en zelfs van plek tot plek. En dat geldt eigenlijk ook voor een andere techniek die te maken heeft met onze ondergrond. Want in plaats van warmte op te slaan in onze aarde, kan je natuurlijk ook de bestaande warmte uit de aarde omhoog halen. Het oppervlakte van de aarde, altijd in beweging. Dit veroorzaakt aardbevingen, spuit vulkanen omhoog. Dat is pas energie. Aardwarmte is een onuitputtelijke energiebron. Met de voorraden die in onze planeet zijn opgeslagen, kan 1,5 keer het wereldwijde energiegebruik worden gedekt. Aardwarmte is precies wat het woord zegt. Warmte die zich in de aarde bevindt. 99% van onze planeet is warmer dan 1000 graden. En van die 1% die over is, is nog altijd 99% heter dan 100 graden. Als je diep genoeg boort, kunnen we vanaf ieder punt op aarde gebruik maken van deze zogenoemde geothermische energie. Daarbij is het ook ontzettend duurzaam. De warmte is er namelijk al en hoeft alleen maar omhoog gehaald te worden. Nou kun je die aardwarmte op 2 manieren gebruiken. We kunnen de warmte van de aarde gebruiken om iets anders te verwarmen. Of we zetten de warmte om in elektriciteit in de zogenoemde geothermiecentrale. Laten we eerst eens kijken naar de makkelijkste en meest toegepaste vorm, het gebruik om iets anders te verwarmen. Voor de meeste toepassingen zijn relatief lage temperaturen nodig. Deze schommelen tussen de 30 en 80 graden Celsius, afhankelijk van wat er met de warmte gedaan moet worden. Het warme water wordt van een diepte van tussen de 1000 en 2500 meter aan de oppervlakte gebracht en gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen of kassen te verwarmen. Maar kan ook ingezet worden om bijvoorbeeld waterleidingen of wegen ijsvrij te houden. Aardwarmte heeft de laatste jaren een relatief snelle groei doorgemaakt. Zo zijn er bronnen geboord bij 5 kassen en is er een aardwarmtenet aangelegd in Den Haag. De kosten zitten voornamelijk in het voorafgaande bodemonderzoek en in het boren van de bronnen zelf. Zo'n boring moet natuurlijk wel goed gaan, anders als je misboort, dan is er een hoop geld verloren. Zoals al eerder genoemd, kan op sommige plekken naast het direct gebruiken van de warmte ook elektriciteit worden opgewekt uit aardwarmte. Bij stroomopwekking uit aardwarmte waren tot voor kort watertemperaturen van minstens 100 graden nodig. Deze temperaturen zijn echter lang niet overal op betaalbare dieptes beschikbaar. De stroomopwekking uit aardwarmte was in het verleden dan ook voornamelijk te vinden in landen die over deze ondiepgelegen warme gronden beschikken, zoals IJsland, Italië of vulkanische landen in Zuid-Amerika. Gelukkig zijn er sinds kort nieuw ontwikkelde installaties beschikbaar. En deze maken temperaturen van 80 graden geschikt voor stroomopwekking. En dat betekent dat er opeens veel meer gebieden geschikt zijn voor het opwekken van elektriciteit. Zo ook in Nederland. Recent is weer uitgerekend, het potentieel in Nederland is zeer aanzienlijk voor deze vorm van energie. Nog steeds geldt wel, hoe doorlatender en hoe warmer de ondergrond, hoe rendabeler de installatie zal zijn. Een groot voordeel van aardwarmte is de beschikbaarheid.
Het is op heel veel plekken aan te boren. TNO heeft in 2011 dit potentieel berekend op 85.000 petajoule. En zo'n bron is geheel onafhankelijk van externe factoren zoals het weer en het seizoen. Daar zou je alle huizen in Nederland gedurende enige honderden jaren mee kunnen verwarmen. Dus het zal zeker een groter aandeel krijgen in onze energiemix. Het is nu nog een tikje duur, maar als de prijs van andere bronnen omhoog gaat, dan zal het zeker in aandeel gaan winnen. En, ook niet onbelangrijk, aardwarmte is de meest rendabele bron van al onze duurzame bronnen. Tja, voorlopig dan. Want er is een bron in de maak die in de toekomst de begeerde titel meest rendabele bron wel eens zou kunnen overnemen. We hebben het dan over kernfusie. Sinds de wetenschap er rond 1938 achter is gekomen hoe de zon aan zijn energie komt, is het een droom geweest om die energiebron op aarde na te bouwen. De zon is een miljoen keer zo groot als de aarde. De enorme zwaartekracht van de zon perst atomen met zo'n grote kracht bij elkaar dat ze fuseren, waardoor er enorme hoeveelheden energie vrijkomen in de vorm van warmte en licht. De zon is een energiemachine. En zo'n machine proberen we hier op aarde na te bouwen. We noemen deze methode van de energieopwekking ook wel kernfusie. Kernfusie is precies het tegenovergestelde van wat we gewend zijn bij kerncentrales. Daar wordt namelijk kernsplitsing toegepast. Bij kernfusie fuseren lichte atomen tot zwaardere. Kernfusie is dan ook geen kettingreactie. Er komen geen deeltjes bij vrij die een nieuwe fusie kunnen veroorzaken. Het is dan ook, in tegenstelling tot kerncentrales zoals we die nu kennen, een stuk veiliger. De fusiereactie dooft namelijk vanzelf uit als de reactor stilvalt. Het proces kan slechts aan de gang gehouden worden onder extreem hoge temperatuur en druk, zoals die rond het middelpunt van de zon heersen. Voor dit fusieproces zijn temperaturen nodig van zo'n 150 miljoen graden. De energie die vrijkomt als de atoomkernen fuseren, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. En bij zo'n fusie komt enorm veel energie vrij. 1 gram deuterium is vergelijkbaar met de grootte van 1 kauwgompje. En levert net zoveel fusie-energie op als 50 vaten olie. En het klinkt allemaal heel leuk, maar jammer genoeg zijn we er nog niet. Het leren beheersen van de fusie-energie is een lastige zaak. Het grote probleem is hoe de reactie op te sluiten. Je moet het namelijk wel onder controle weten te houden. Als het werkt, dan hebben we de zogenoemde jackpot te pakken. Het is namelijk enorm duurzaam en de grondstoffen zijn in ruime mate beschikbaar. Maar tot die tijd zullen we ons toch moeten blijven concentreren op bewezen werkende bronnen. Want het zou net zo goed nog honderden jaren kunnen duren voordat we echte vruchten kunnen plukken van deze techniek. Energie is het meest waardevolle goedje van de moderne maatschappij. Het is de motor waar onze maatschappij op draait. Maar kijk om je heen. Overal, maar echt overal, is energie te ontdekken. 2/3 van het aardoppervlak is bedekt met water. Dat is energie. De zon legt elke dag een warme deken over ons heen. Laat levende dingen groeien. Hitte laat de atmosfeer bewegen, waardoor er wind ontstaat. Dat is energie. Het aardoppervlak zelf, dat beweegt, waardoor bergen worden opgespuwd. Dat is allemaal energie. Simpel gezegd, energie is beweging en het is overal om ons heen. De grote vraag is, hoe krijgen we het van de ene vorm naar de andere vorm op een zo efficiënt mogelijke manier? We moeten op zoek naar een manier om die energie te oogsten. En dat ons gaat lukken, dat is zeker. Maar ja, wanneer? Dat is de vraag. En met die almaar groeiende wereldbevolking? Liever eerder dan later natuurlijk.